doet hij het of doet hij het niet? Al wekenlang houdt de Messias ons in spanning. Stelt Pieter Omtzigt zich verkiesbaar? Het doet me denken aan de Monty Python film Life of Brian. Een heel volk ziet in hem de verlosser en smeekt hen om hun te leiden, wat Omtzigt alleen maar terughoudender maakt. Voor zijn aanhangers is zijn twijfel of hij premier wil worden het bewijs dat hij de perfecte premier zou zijn. Want alleen een echt goede premier ontkent dat hij de macht wil. En net zoals we op de Messias onze eigen hoop en verlangens projecteren, doen we dat ook bij Omtzigt. Want wat weten we nou eigenlijk van hem? Hij heeft nog geen partij, laat staan kandidaten, en weet nog niet eens of hij zelf wel premier wil worden. We kennen geen enkel programmapunt en vermoeden dat zijn plannen ergens in het al overbevolkte centrum zullen liggen. En toch peilt hij al op 46 zetels. Een ouderwets hoog aantal waar de VVD, BBB en Rood-Groen alleen maar van kunnen dromen. Eigenlijk weten we van de heilige Pieter alleen dat hij een rechte rug heeft. Dat hij staat voor zijn principes, juist als de macht die principes omver probeert te duwen. Dat dat voldoende is om in Nederland op 46 zetels te peilen, geeft te denken. Is hij dan echt de enige politicus die we nog kunnen vertrouwen? Dat geloof ik niet. Renske Leijten, met wie hij de toeslagenaffaire jarenlang aan de kaak is blijven stellen, heeft haar rug even recht gehouden, maar toch heeft haar SP daar nooit de electorale vruchten van geplukt. En zo zijn er tal van politici met wie ik het soms hartgrondig oneens ben, maar wie ik wel bewonder om hun standvastigheid en doorzettingsvermogen. Van Farid Azarkan tot Sigrid Kaag en van Carola Schouten tot Sylvana Simons. Jammer dat ze allemaal vertrekken. Er moet dus nog iets anders zijn waarmee Omtzigt zich van de Renske Leijtens onderscheidt. En ik denk dat ik dat geheime ingrediënt gevonden heb. De magie van Omtzigt is zijn hoekigheid. Wij zien zijn sociale onhandigheid aan voor nonconformisme. Dat hij niet zomaar voor waar aanneemt, zich niet aantrekt van een partijlijn en het hem niets kan schelen of hij aardig wordt gevonden, zien wij als bewijs voor zijn onafhankelijkheid. En we zien in dat nonconformisme en die onafhankelijkheid de garantie dat hij zijn principes nooit in de wind zal gooien. Iemand waarvan we niet hoeven te twijfelen of hij de Messias is, is Henk Krol. Ook al is hij minstens zo vaak uit de politieke dood herrezen. Nu is met pensioen gaan ook wel lastig als je nooit pensioenpremies hebt betaald. Hij is de Gordon van de Nederlandse politiek. Telkens als je denkt dat je eindelijk van hem af bent, staat hij toch weer op het podium. Ach, wat zou mijn leven makkelijk zijn als ik ook maar de helft van het zelfvertrouwen van Henk Krol zou hebben. Ik moet hem wel nageven dat hij altijd een onwaarschijnlijk gat in de politieke markt weet te vinden. Want geef toe, vermogende ouderen en ondernemers zijn inderdaad de groepen waar Politiek Den Haag veel te weinig naar omkijkt. Maar net zoals Van Moof fitte twintigers op een elektrische fiets kreeg, overtuigt Henk Krol ouderen en ondernemers ervan dat hij de enige is die voor ze opkomt. Dat is toch knap. De woorden van de 19e-eeuwse filosoof Joseph de Maistre worden bij iedere verkiezing weer bevestigd. Elk land krijgt de regering dat het verdient. Amerikanen zien elk nieuw bewijs van Trumps dictatoriale drang als een extra reden om op hem te stemmen. En ook wij zullen onszelf het komende half jaar weer een confronterende spiegel voorhouden. Dus laten we zorgen dat we er een beetje knap uitzien. Door niet alleen Pieter de Messias, maar ook zijn minder zichtbare, maar even principiële collega's te belonen met 4 extra jaren. En door Henk Krol definitief met pensioen te sturen. En nu echt. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.